Hey, wat leuk je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik niet verhuizen, maar ik ga mijn keuken helemaal uitruimen. Met het idee om dingen weg te doen en weg te brengen naar de kringloop. Dat te filmen en ook bij de kringloop weer nieuwe dingetjes uitkiezen die in mijn kitchen passen. Anyways, zoals je kan zien heb ik heel veel glazen en hieronder zijn nog heel veel borden en bowls. Ik heb natuurlijk best wel veel in de kringloopwinkel afgelopen tijd gescoord. Zoals deze mokken en zo. Dit is echt mijn vibe. Dus ik wil zeg maar echt alleen nog maar van dit soort kleuren in mijn keukengerei. Noem je dat zo? Keukengerei, denk het wel. Ik wil een beetje een meer geheel ervan maken. Ik ga onder mijn bed kijken. Of ik nog boeken kan wegbrengen. Dus zin in. Wat mij zeg maar het meest bothert is het glazen gedeelte en de mokken gedeelte. Kijk, ik ben bijvoorbeeld echt in love met deze. En ik ben in love met deze. Dus eigenlijk wil ik het liefst dit soort kleuren behouden. Kijk, ik heb letterlijk één zo'n koppie. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik vind ze zo mooi. Hier staat bijvoorbeeld carpet jam op. Nou, there's wine in here. Nog steeds leuk, maar het past gewoon niet meer. Dus ik ga het gewoon wegdoen. Past niet in mijn interieur. Ik drink er nooit uit. Dus dat is misschien ook wel gewoon zonde. Deze gaan ook weg. Soms moet je moeilijke beslissingen maken. Die gaat ook weg. Ook echt mega mooi. Dus deze ga ik ook sowieso bewaren voor thee. Ik heb deze 5 jaar geleden gekocht toen ik hier naartoe verhuisde. En toen was ik helemaal into roze en wit. Op zich vind ik deze, die beige, die passen op zich nog wel. En ze hebben ook echt een heel chill formaat. Alleen de roze gaat weg. Zo. Die aesthetic, mensen. Wie wordt hier blij van? Raise your hand. Maar wie heeft zoveel glazen nodig? Je was het af. Ja, dus hup. Ze gaan. En ik denk dat ik deze ook weg ga doen. Want I don't use it. Ik ben aan het twijfelen om deze te bewaren. Want stel je voor, iemand wil een cappuccino. Dan kan ik zo'n melkschuim ding bij mijn koffieapparaat maken. En dit is wel erg handig daarvoor. Dus misschien ga ik deze daarvoor wel bewaren. Ja man. Ja. Ik heb zoveel bakjes. Dit zijn letterlijk al mijn bakjes. Daar gaat nu verandering in komen. Ik ben heel erg blij met deze bakjes. En het is van het gerookte glas. En ik heb deze ook in de kringloop gekocht. Dus deze hou ik. Ik gebruik dit niet. Ik had deze in de kringloop gekocht. Maar ik gebruik het niet. Ik wil het voor saus of zo gebruiken. Maar deze gaat het gewoon weg, mensen. Ik heb een coconut bowl. Die hou ik ook sowieso. Ik heb deze glazen bowl. Gaat weg. Deze heb ik als cadeautje gekregen van mijn vader. En ze past niet in het interieur. Maar ik ga ze wel gewoon bewaren. Enjoy the little things. Weg. En dan heb ik nog 4 van dit soort bakjes. Die gaan ook weg. Wow, zo leeg. Deze borden. I love them. En dit zijn mijn favoriete borden. En deze heb ik ook bij de kringloop gekocht. Hieronder heb ik nog een heel servies. Oh my god, rood. Gebruik het niet meer. Van die amuse dingetjes. Nou, ik heb nog nooit amuse gegeten. Ik heb deze saladebol. Ik heb ook deze saladebol. En deze past veel beter in mijn interieur. I love it. En het geeft me ook gewoon zo'n goed gevoel. Als ik zeg maar naar deze kijk, denk ik. Naar deze denk ik, wauw. Deze gaat ook weg. Dit bakje. En zo cute. Nu snap ik echt wat mijn vibe is, toch? Deze ga ik sowieso bewaren. Because I love them. En deze heb ik ook echt al heel lang. Maar ik vind, dan heb ik deze. En deze vind ik nog steeds super mooi. Dus ik ga ze ook bewaren. Ik was helemaal vergeten dat ik deze nog had. Dan heb ik nog deze bovenste. En ik ga kijken wat ik in mijn kookboeken heb. Wat ik weg wil doen. Bijvoorbeeld dit. Kan weg. Let's be honest.
kijk hier ook niet in. Ik ga deze nog wel bewaren. Smoothies en sapjes. Omdat ik vet into sapjes ben de laatste tijd. En smoothies maken. Die wokgerechten. Die gaat weg. Dit is mijn bak met thee. Nu vind ik het niet super handig. En het ziet er een beetje rommelig uit. Maar ik weet gewoon even niet of ik een ander soort bakje vind hiervoor. Ik ga het even opschrijven. Anders ga ik sowieso vergeten. Ik ga eventjes een lijstje maken. En gaan we dat straks zoeken in de kringloop. Ik heb bijvoorbeeld deze. Die is dan gewoon zwart. En dan heb ik dit. Met een rode deksel. En dan heb ik dit. Wel schattig. Maar eigenlijk wil ik dus een beetje in dezelfde dingen. Dus ik ga dit wel gewoon bewaren. Maar ik ga het wel opschrijven. Ik ga dus die bakjes met chiazaad en zo wel bewaren. Omdat ik niet zeker weet of ik het bij de kringloop ga vinden. En ik heb nu geen andere potjes om het erin te doen. Dus ik ga het bewaren. Het enige waar ik nog wil kijken is onder mijn bed. En ik weet dat er heel veel boeken en zo onder liggen. Dus ik ga proberen alles in één doos te krijgen. Het wordt vet zwaar. Ik weet niet eens hoe ik dit ga tillen, maar oké. Deze neppe plant heeft ook zijn beste tijd gehad. Gelukkig vond ik nog van dit soort bubbeltjes plastic. En dan is de doos pretty full. Nou, ik ben er. Afgifte goederen. De doos gaat daarheen. Let's go. Ik keek net in deze kast en ik vind deze super leuke salade dingetjes. Dit mooie bakje, deze kleine tonner dingetjes en zo'n boomsteamer, maar dan groter. Oh god. Die gaan. Oh god, dat is heel grappig. Ik vind dus net deze in hetzelfde servies. Lieve mensen, ik ben weer in de auto. Het was kapot druk, maar gewoon ongelooflijk druk. En ik had het niet verwacht, want ik dacht ik ga op een maandag. Dan is het vast niet zo druk als op een zaterdag. Nou, het leek echt zaterdag. Maar goed, ik dacht ik ga gewoon hier vertellen wat ik heb gehaald. En ik ben zo blij ermee. Allereerst heb ik deze steamer en ik vind het heel erg lekker om er buns in te steamen. Je kan ook groenten in steamen en hij is letterlijk nieuw. Letterlijk, want hij is al dicht en ik heb toch eventjes gekeken en hij is gewoon nieuw. Deze is groter dan die ik heb. Ik ga er eentje gewoon aan mijn moeder geven. Ik weet niet of ik de grote ga houden of de kleine, maar so pretty. 1,25. Dan heb ik twee kopjes met schoteltjes in hetzelfde servies als dat ik die borden heb. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En ze waren maar 75 cent per stuk. Dus hier kun je gewoon lekker espresso in drinken. Deze super mooie bol. Echt ook nog helemaal bijna nieuw lijkt het wel. Voor maar 50 cent. Deze twee bakjes gevonden. Ik heb natuurlijk mijn bakjes weggedaan. Ik had natuurlijk wel nog een paar bakjes over. Maar ik dacht, ik kon het niet laten liggen, want cute. 50 cent, 25 cent. Dan heb ik twee van die kleine rieten onderleggers.
Want ik vind het wel leuk om bij het ontbijt, in plaats van die grote rieten onderleggers, de kleintjes te gebruiken. Dit was ook maar 25 cent. Zoek. Toen vond ik deze vet leuke salade. Ik kom niet zo goed uit mijn woorden vandaag. Heb ik nog een koffie dingetje. Deze is maar 50 cent, dus daar ga ik gewoon die zakjes koffie in doen. Want ik heb gewoon bonen, die ga ik daar niet in doen, want het past bijna niet. Maar ik heb ook nog zakjes voor snel, zeg maar. Dus die ga ik hierin doen. Ik ben zo blij. En mijn oude spullen zijn weg. En dan kan iemand anders er plezier van hebben. Dus ja, ik ben heel erg blij eigenlijk. Ik had dus een tas vergeten, maar I had the solution. Ik vind het wel jammer dat ik niet echt heb kunnen filmen binnen. Dus sorry daarvoor. Ik heb gefilmd wat ik kon. Het was zo druk. Terwijl ik eens mijn camera pakte, dan liep er iemand voor me, langs me. Ik kon niet eens praten. We gaan naar huis. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. Mocht je nieuw zijn en nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan ook eventjes. Want dan zie je wekelijks mijn video's. En dan ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe video is. Weet je, ik zou het wel bij vergeten. Mijn hand sanitizer. Zie je, daar ga je al. Ik zie jullie in de volgende video. Doei!